Danny Koning, wat voor gevoel sta je hier? Ja, een beetje, ja, wat voor gevoel heb ik nou? Ja. Leeg. Het is over nou, hè? Ja. Hoe was het in de kleedkamer? Stil, vooral in de rust. Doodstil. En dat is dit jaar nog niet geweest. In de rust was het echt heel stil. Is dat ook omdat je weet dat het misschien eraan zit te komen, die degradatie? Nou, ik denk gewoon door hoe we gestart zijn vandaag, weet je. En dan krijgen we 30 seconden voor tijd nog een goal tegen. Ja, dan denk je van, nou ja, als je daar nog overheen moet komen. Ik denk dat het daarmee te maken had ook. Is dat dan ook een psychisch dingetje? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Als we nou eens terugkijken, hè, op het afgelopen seizoen. Waar zou je dan zeggen, dat was het punt waarop we eigenlijk tekortgeschoten zijn? Een stukje mentaal. En ik denk ook een hoop kansen missen. Als we de helft van onze kansen afmaken, hadden we zeker niet daar gestaan. Je ziet het vandaag ook, hè. Je had er meer in gezeten, denk je? Nou, we hebben toch hun kamer wel 2-0 voor, maar daarna hebben ze geen kans meer gehad. En hadden wij eigenlijk moeten scoren. En dus al de tweede helft, die zal vast op beeld staan, denk ik. Ik zal niet zeggen welke. Ja, ik weet welke kans je bedoelt. Een grote kans was volgens mij van Westerhof, die hem van dichtbij over schoot. Is het ook juist lastige voetbal als je weet dat juist de druk groter wordt gedurende het seizoen? Je weet van, we staan onderaan. De druk wordt dan ook groter richting het einde, is dat zo? Nee, want wij we hebben eigenlijk wel de laatste wedstrijden wel aardig opgepakt. Vorige week win je weer. Kijk, we hebben zoveel pech, weet je. Ook vorige week win je eindelijk en dan wint de concurrent ook allemaal. Het hele jaar door gaat het al zo. Dus. En nu? En nu het jaar afmaken, zo snel mogelijk. En dan gaan we volgend jaar met frisse moed weer tegenaan. Dan zie ik je daar alvast succes bij. Dankjewel.